Een hele goede dag allemaal. Nogmaals, Arjan hier met de Road to Commander, aflevering 19 van Black Ops. En nogmaals op Summit, net als de vorige keer. Ik zit nog steeds in dezelfde lobby en dat is het voordeel van Black Ops, zoals ik al eerder heb gezegd. Gewoon dat je twee maps achter elkaar kunt spelen, twee dezelfde maps, gewoon twee keer achter elkaar. En ik hoop natuurlijk dat ze dat terugbrengen. Ik weet niet waar mijn teammaat nou op schoot, maar... Hij op mijn plek verraden in ieder geval. Oh, dit is ook wel een lekker wapen om op te pakken. Niet verkeerd. Gaan we hier even kijken. Nice. Oké, en ja, ik speel weer met de AK-74U. Dat is gewoon puur omdat ik geloof in... in het gezegde... Why fix something if it ain't broke? Waarom zou ik de klas veranderen terwijl ik er net goed mee ging? Ah, jammer. Dat was weer een 6-kill-streak. Een 6-kill-streak, juist. Nu invite Ivan me, dus ik ga na dit potje waarschijnlijk naar zijn party. Oh, soepel. Ga lekker zo. Zit je te campen? Waarom zit je nou weer te campen, jongen? Jongen. En waarom blijft Ivan me nou inviten? Als Ivan nou slim is. Want hij kijkt mijn filmpjes. Dat zegt hij me wel eens. Hij kijkt mijn filmpjes. Als hij nou slim is, dan denkt hij... Oh, wacht. Hij speelt Black Ops. Hey, misschien is hij bezig met de Road to Commander, weet je? Hey! Nee, Ivan, niks tegen jou. Waarom klom ik daarop? What the fuck? Oké. Nee, Ivan, niks tegen jou. Je bent echt een prima jongen, maar ja. Nadenken, jongen. Kijken, waar komen ze nu vandaan? Daar komt een ghost, lulletje. Ja, dan kun je me wel sturen, kom. Ivan, als je dit aan het kijken bent, ik kom er zo aan. Ja, hij zal nu niet aan het kijken zijn, want het is niet live. Derp. Als je dit terugziet, dan zie je waarom ik niet kom naar de party. Ik kom er zo aan, jong. Oké, en mijn teammates die zijn het nu voor mij aan het verpesten, want ja... Ik speel gewoon op een lekker KD. Daar staat een Claymore. Teammaat. Oké. Kan niet. Wow. Ik jump hier maar even naar beneden. Dat had hij niet verwacht. Nee, dat had hij niet verwacht. Oké, dus... Dat was weer eventjes het extreem abnormale enge lol moment van deze aflevering. Wat zei ik nou precies? Het extreem rare lol moment van deze aflevering. Wow. Oké. Oh nee. Nova gas. Het hing er nog. Ik dacht dat het alweer veilig was, maar nee. Oké, die enemy liep daar door. Ga wij eens eventjes hier naar binnen. Nee, jammer. 18-5. Met een 3.6 KD. Dat is zeker niet verkeerd, jongens. En ik weet dat ik dat heel vaak zeg. Het is zeker niet verkeerd. Maar het is ook gewoon omdat ik het niet verkeerd vind. Ja, Ivan is gejoined. Ivan... Oh man. Echt waar. Als Ivan deze aflevering nou verpest. Als mijn team verliest omdat Ivan gejoined is. Dan weet ik niet wat ik ga doen. Dan ga ik mezelf bijten. Want ik kan hem niet bijten, want hij is weg. Waarom zou ik bijten? What the fuck? En wat zei ik? Want hij is weg. Hij zit in België. Ja, dat is ook weg, maar... Jongen. Oké. Zit Ivan lekker te campen? Volgens mij was dat Ivan tenminste. En Claymore, ja. Die had ik eigenlijk moeten zien, want ik heb hacker. Wauw, ik ben echt slecht bezig nu. Oké, Ivan. 2-3. 0.67 KD. Branden, Ivan. Oké, teammaat. Oké, nou gaat hij hier ook omkomen.
Haha, Ivan, daar ga je. Sukkel. Ik weet gewoon hoe hij speelt. Ik weet hoe hij speelt. Ik weet hoe hij denkt. En dat is een voordeel. Of een nadeel, omdat hij dat van mij ook weet. Ah. Nou, komt er eentje achter me. Nou ja, we gaan in ieder geval deze aflevering ook gewoon winnen. Maar het zal niet aan mijn teammaten liggen dat we winnen. Eens kijken. Oké. Nou, het gaat nog krap worden, want we zitten drie kills voor. Stel dat al mijn teammaten nu plots doodgaan. Dan staat het heel anders voor natuurlijk. Wauw, Ivan. Wat slecht van je, Ivan. Echt, Ivan. Je bent vernederd. Je bent zojuist vernederd door mij, Ivan. Echt. Je had me daar echt moeten killen. Je was al een kwartier op mij aan het schieten. Ah, en de final killcam. 28 om 11. Jongens. 2.55 KD. Bedankt voor het kijken. En ja. Laat een comment achter. Wat jullie ervan vinden dat Ivan joint. Ivan, ik weet dat je dit kijkt. Waarom join je nou? Waarom? Nou ja, in ieder geval jongens. Bedankt voor het kijken jongens. En ajus. Yippie. Dit was het alweer. Tot de volgende keer.